het is woensdag, toch? Welke dag is het? Het is woensdag, ja. We checken vandaag uit hier. En we gaan de RV, dit is nog een heel verhaal, maar de RV die moet zeg maar gereinigd worden. Dus mocht je ooit met de RV, heel hoofdpijn. Het kost minimaal $500 om een zeg maar Burning Man clean te krijgen. Dat moet helemaal speciaal gereinigd worden. En als je dat bij je verhuurbedrijf laat doen, dan is het minimaal 1000. Dus dan heb je allemaal bedrijven die het doen. En het duurt dus 5 uur. Maar wij moeten er RV... En wij dachten 1 uur. Wij dachten, weet je, met zulke bedragen dat er dan meerdere mensen waarschijnlijk zouden schoonmaken. Dat die binnen een uur wel klaar zou zijn of zo. Maar niet dus. Daardoor gaan we dus niet op tijd de RV kunnen inleveren op de plek waar die ingeleverd moet zijn. Dus waarschijnlijk moeten we hem nog een dag bijboeken. En het is allemaal hoofdpijn. Maar goed. We kunnen eventueel... Maar wel gezellig. Wel gezellig. Het is avontuur. We kunnen eventueel in de RV vanavond nog een keer slapen als we geen... Als hij echt... Ja, heel spannend. In de bossen hier. Wel zei dat het heel eng is om langs de weg of zo in de RV. Ja, er zijn hier allemaal grote bossen en het lijkt dan net de Blair Witch Project. Maar goed, dus dat is de RV situatie. We gaan zo meteen hem ergens droppen hier waar we hem kunnen wassen. Maar dan gaan we waarschijnlijk zelf naar een strand of zo. Toch? Ja, we gaan naar een strandje. Beach. Dus vandaar badpakko aan. En dan over 5 uur weer ophalen en door. Kijk, we hebben de eviction notice. Foef heeft hem even opgehaald, de camper, maar die stond ergens anders. Ja. Maar die moest... Nou, daar hebben we aan de verkeerde kant van de weg staat er. Ja. Een soort van... Wrong way, maar dat is wat het hotel heeft gezegd. Daarom. Nou ja, boeien. We're off. We gaan eerst... Kijk, we krijgen die sticker er niet af trouwens. Maar we gaan eerst langs een plek om water en toilet te dumpen. Dat moet je laten doen op bepaalde plekken, zeg maar. En daarna naar de plek waar de camper schoongemaakt wordt. Jongens, ik moet hier terugkomen om te suppen. Er zijn zoveel mensen aan het suppen hier. Oh, bootje varen, suppen. Love it. Vind je leuk, hè? Ja, vind ik echt leuk. Oké, dames en heren, wij zijn aangekomen bij de cleaningplek. Maar hij heeft geen tijd om het helemaal te doen, zeg maar. Het is zo rete laat, zeg. Ja, ze hebben het aan de late kant. Ja, maar de poepieding is ook geleegd en alles. Dus het is zeg maar... En er is net een meneer geweest die zeg maar, dat poepding gelegen heeft met zijn blote handen gewoon en daar niks voor wilde. En toen heeft Hella er fietscadeau gedaan aan hem en dat was wel heel lief allemaal. En nu gaan wij zeg maar, de binnenkant schoonmaken en dan gaan zij de buitenkant doen. En we, ja, het is nu gewoon een en al dingen uitzoeken. Daar is Hella's koffer. Die van ons zijn al helemaal ingepakt en zo. En, oké, dit nou. Wij gaan... Een hele mooie vijf. Heel mooi, wij gaan nooit meer de camper. Nee. Ik ga, het is gewoon echt, ik vind het hartstikke leuk hoor, maar... Ja, niet, gewoon niet op deze manier. Niet op deze manier, het is gewoon zeg maar... Ik vind het allemaal leuker met de bus en de das die je hebt. Ik ga dan liever met een auto. Ja, gewoon een leuke auto. Roadtrip met een camper zou ik nooit doen, echt niet. Ja. Nou, dat weet ik niet. Ja? Anders. Ik zou het anders doen. Oké, dit ding wordt nu professioneel gecleaned. Van buiten. Wij gaan naar de IHOP wandelen. Oh, loop eens door, er zit allemaal hele... Zo'n plaag met vliegen om je. Holy cow. Oké, wij gaan nu door de natuur wandelen naar de IHOP. Die zit hier. Nou, hou er gewoon rekening mee als je een RV hebt en je gaat naar zoiets als dit. Dat gewoon heel veel tijd en moeite extra eromheen kost. Het doet me gewoon, het is gewoon heel erg net, ja, net als met kamperen. Weet je, je moet je dingen gelijk schoonmaken. Je moet alles. Anyway, het is gewoon heel veel gedoe. Dit is echt een hele vakantiedag daarmee bezig, zeg maar. We gaan uiteindelijk ook de camper dus een dag later inleveren. Prima, weet je, dat is allemaal, dat kon allemaal. Maar ja, dat is. Dus als je zeg maar een dag later bijvoorbeeld terug naar Nederland zou moeten vliegen, dan zou ik toch eerder met de bus gaan of zo. Of met een huurauto. Nee, die zou je ook waarschijnlijk helemaal goed een dag moeten reinigen. Nou ja, oké. Zo leer je ook wat. Je kan ook invliegen bij Burning Man trouwens, alleen dat was wel best wel duur. Dat was echt voor zeg maar een vlucht met een vol vliegtuig. Dus niet zeg maar een privé vliegtuig of zo, maar vol vliegtuig. Voor een uurtje vliegen 600 of zo. Dat vond ik wel erg duur. Wat is er? Ruik hier lekker naar natuur. Hey, kijk wat we daar hebben! Kwalitatief prachtig stukje. Hoogwaardig. Architectuur! Architectonische bouwkunsten. Jullie weten wellicht dat wij in Europa en Nederland alleen maar bakstenen huizen hebben. Zoals eigenlijk. Beton. Ja, gewoon goed. Dat blijft staan. In Amerika is het gewoon altijd dit. Met wel een beetje stalen constructie. Ja, dus er staan wel iets stalen in de hout omheen. Ik denk dat stalen eruit wordt gehaald en dan wordt het. Ja. Ja, het waait ook. Ze hebben hier ook last van natuurdingen. Weet je, dat ik denk van waarom doe je het dan ook niet zoals bij ons? Maar ja. Oh, die gaat gewoon op mijn lucht in zitten. Oké. Het is hier gewoon. Zou je zeggen dat ze achterlopen of zou je zeggen dat ze
scheid hebben, denk ik, op een gegeven moment wordt het toch afgebroken en bouwen we weer opnieuw. Dat is het, want ook zo bouwen ze. Als het kapot gaat, dan fixen ze het heel niet. Heel makkelijk opnieuw bouwen. Ik was altijd bij die tv-programma's, bij die, weet je wel, zo van we renovate your house. En dan is er binnen één dag, ze binnen één dag vijf kamers aanbouwen. Met zulke houten muren. En ik echt, oké. Nee, we moeten deze muren uitlopen. Oh nee, dat is een bearing wall. Van wat? Van een stukje kreppapier? Kijk eens midden in de natuur. Mackie. Ja. En? Een volledig biologische McDonald's. En? I hope daarachter. Oeh, die is wel biologisch nog. Dit is de meest bijzondere IHOP locatie. Ja, ze zijn open, toch? Of niet? Het staat open, maar kijk dan. Oh! Nee, jawel, ik zie mensen werken daar. Dit is echt een bijzondere IHOP locatie. Zo mooi midden in de natuur. Oh. We zijn nu trouwens in South Lake Tahoe. We begonnen in Noord. Daar zien we. Heel drukker. Ja, en daar is drukker. Ja, hier. Hier, ik wou zeggen, dit lijkt wel echt gewoon allemaal commerciële dingen. En Noord was wel echt heel erg. Er was mooie cottages, mooie hotels, maar ook helemaal puur natuur allemaal. En nu hier zie je wel gewoon commerciële dingen. Which is fine. Oh mijn god. We zitten in de rustigste IHOP waar ik ooit ben geweest. En we zouden zomaar een mukbang hier kunnen opnemen, zitten we denken net. Maar ik had nog zomaar mezelf afgesproken om geen video te opnemen. Maar ik ben een beetje gaar. Voel je ook. Het zijn niet zo gezellig of zo, weet je wel. Het is gewoon echt mood. Ik denk dat we wel opklaren van een paar pancakes. Nee, dit is geen. Dit, nee, deze video wordt heel slaag. Gewoon echt heel graag ook en zo. Dus. Ja. IJskoppie! Ik heb trouwens natuurlijk weer internet gelijk. Dus mailtjes, comments, alles. Om die comments te lezen. Ik heb een vet leuke reactie. Super leuke beauty gloss over de outfits. Van het festival had ik echt niet verwacht. Want ik had wel gehoopt dat mensen het leuk zouden vinden. Want obviously vond ik zelf geweldige outfits. Maar ik had niet verwacht dat zoveel mensen zo positief waren over mijn lichaam en zo. Want ik heb echt nog drie keer een disclaimer erin gedaan. Weet je. Ik hoop dat jullie niet gemeen zijn op mijn lichaam en zo. Maar dat was echt allemaal vet lief en zo. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat straks gaat als ik mijn laatste branding foto plaats. Hey, veel goed. Hebben ze slagroom erbij? Jazeker. Hey, ze hebben daar. Weet je wat er op de wc hangt? Nou. Hoe je handen moet wassen. En er staat bij hoe wij dat eigenlijk altijd doen. Als je je handen afdroogt, dat je gelijk met dat doekje hem uitzet. Oh, water. Echt? Ja. Oh. Er staat erbij van zo moet je het doen. Oh, nice. Jongens, go on a pancation with international pancakes. Ik wil in dat IHOP vliegtuig zitten. Kijk hoe ze erin gefotoshopt hebben. Gewoon erop geplakt. Yes, pancake time. Woep woep. Heel grappig. Ja, voor vertellen. Oké. Er waren drie auto's. Eentje reed niet door volgens de andere, terwijl die gewoon rustig naar rechts ging. Toen toeterde iemand. Toen toeterde iemand anders ook. Ja, ik ga ook mee toeteren. En toen degene die. De mevrouw die in de mega coole. Hoe heet dat? Hoe heet zo'n. Zo'n mega truck, ja. In de pick-up truck. Normaal gesproken hebben die een normale toeter. Na haar, ze heeft hem laten ombouwen, waardoor je zo'n super truck toeter had. Dus je hoorde echt. En iedereen klappen en lachen. Je hoort echt. Pee, pee, pee. En was zo. Het was en iedereen echt. Woehoe. Het was echt super cool. Kijk hoe lekker het water. Je kan hier lekker een jetski huren. Oh, heerlijk. Hey eentje. Kun je me hoi zeggen? Kijk hoe dichtbij. Oh, hij gaat eruit, denk ik zo. Nee, toch niet. En de RV is schoon. Helemaal schoongemaakt. Kijk. Bam, 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 bam. Yes, it's clean. Waar is die roze bak? Achter jou. Achter jouw hoofd. Oké, daar zit de kabel in voor de muziek. Ja, moet ik die pakken? Ja, ik denk dat we wel weer aan de muziek kunnen gaan. Ja. Wij zijn bij een Mexicaan gestopt. En we gaan even wat eten hier. Het is nu nog 4 uur rijden. Dus waarschijnlijk komen we nog middernacht aan bij het hotel in San José waar we slapen. Maar dat is naast de plek waar we morgen een huurauto gaan halen. Dat is echt perfect. Ja? Voor de met water? Dit is echt heel zoet. Yes! 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 Dus jullie trouwens dat ik een playa name heb gekregen? Ja. Nee. Van Orange is het New Black, weet je wel? We zijn aan het rijden, kijk hoe eng. Kijk, hier is dat meertje beneden. Creepy as hell. Ik durf dit echt niet hoor. Kijk hoe raar deze weg is waar we op rijden.
iedereen doet hier groot licht ook de hele tijd. Heel creepy. Ze laten het ook aanstaan. Maar hoe weet je waar de andere kant is nu? Ja, nou, hier kan je het dan maar net zien. Maar daarachter, ja. Hier zie je deze witte, dat zijn ze voor onze twee helften. Ja, en dan die gele. Ja, precies, die gele. Oh ja, op de camera zie je het wel goed. Het echt niet echt. Snack o'clock, met z'n allen. La la la, na 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 na. Check deze, koffie nut. Kijk dan. En mint, white chocolate. Kijk, dan hebben we TGIF chips. Heb jij nou ook koffie genomen? Ja. Ah, oké. Okay. En dan hadden we welke wel meer? Pretzel en foevel erin. Ja, en nog geen, toch? En mint heb ik. Oeh, twee door elkaar. Is ook lekker. Iemand. Jongens, we zijn in ons motel. Dit is de kamer van Foevel Meij. Hij heeft even een eigen kamertje geboekt ook. En we gaan lekker slapen hier vannacht. Heerlijk. Kijk hoe cute. Leuk. Tada. Motel. Ik hou van motels. Ik vind altijd, er is iets schattigs aan motels. Omdat, ook omdat iedereen altijd op doorreizen is. En het is zeg maar een snelle stop om even te slapen. Het is 1 uur 's nachts nu. Ik was net al in de RV in slaap gevallen. Want die rit duurde lang. Maar goed, hangt niet uit. We zijn naar San José. En de reden dat we hierheen zijn is omdat hier kunnen we een auto huren. Ik had dus een heel systeem bedacht, want eigenlijk moesten we onze RV inleveren. Nou, of dat moeten we onze RV inleveren. En daarna moeten we een auto gaan huren. En dit was dan de dichtstbijzijnde plek. Nog steeds 30 minuten rijden of zo. Dus toen was het van, oké, dan leveren we de RV in. Neem een taxi hierheen met al die spullen, huurauto. En toen dacht ik ineens, ik zeg, jongens, wat nou als we met de RV naar de plek gaan waar de huurauto is. Even. En dan morgen met RV en huurauto terugrijden om te droppen. Yes? Ja. Anyway, dus dat is wat we gaan doen. Morgen een auto huren. En dan met de spullen in de auto erop. Moeten even een goede grote auto huren. Omdat we best wat koffers hebben samen. En dan auto naar... Nee, camper brengen naar de dingen. Auto erachteraan. En daarna met de auto doorrijden richting LA. Zullen we nog één tussenstop maken? Weten we nog niet. Ja, ik denk het wel, hè? Want het is 10 uur rijden of zo, toch? Oh. Ja, dan gaan we naar het aan. Dit was 4 uur. Dus, ja, we gaan tussendoor dus gaan doen. Dus ja, ik ga de vlog afsluiten. Roadtrip! Woe! Yay! Yay! Ja, wel trusten. Bedankt voor het kijken tot morgen. Bye!